Ni hao, het integreren in de Chinese samenleving gaat vandaag weer een stapje verder. Ik ga vandaag een schooldag meelopen. Ik ben erg benieuwd naar de lessen hier op de prestigieuze kunstschool en ik neem jullie weer mee. Op naar het klaslokaal. We trappen af met een lesje Engels. Te weten. Er zijn heel veel verschillen tussen de scholen in Nederland en deze school hier in Dalian. Zo gaan deze leerlingen 50 uur in de week naar school, waar de Enschedese leerlingen 28 lesuren hebben. En de helft van die 50 uur op deze school bestaat uit kunstlessen. Verschillend van tekenen tot het maken van sculpturen. Verder zijn er heel veel regels. Ze hebben dus allemaal een uniform aan. De meisjes mogen geen make-up dragen. Ze mogen geen relaties hebben tot hun achteren. Dus dat is een hele andere wereld voor onze Nederlandse studenten. Sanne, wat vind jij nou hier van al die regels? Nou, ik vind het wel... Iets kan ook te streng zijn. Zoals, ik zat net in de klas en mijn shirtje ging iets omhoog. Je zag een heel klein beetje huid, want het was meteen een hele grote big deal. En je mag geen oorbellen in, je mag geen ketting, je mag geen make-up op. Je mag hier echt helemaal niks wat bij jouw eigen stijl past. Kunst is volgens mij juist dat je jezelf kunt zijn... Jezelf wil laten zien op papier, in het echt. Kunstenaars hebben meestal ook een beetje eigen stijl. Ik zou hier niet op school kunnen zitten. En nu volg ik een lesje Chinees. Deze tekst, daar kunnen wij natuurlijk helemaal niks van maken. Maar die zijn ze dus nu met z'n allen hardop aan het voorlezen. Kun je toch niet voorstellen dat we in Nederland met z'n allen tegelijkertijd hardop uit een lesboek voorlezen? En over alle regels waar ik het net over had. Mijn zusje van gisteren, van het gastgezin, vertelde dat ze de regels eigenlijk helemaal niet erg vindt. Omdat het helpt om te focussen op school. Die hoeven dus geen medelijden te hebben met de Chinese leerlingen volgens haar. En les 3. Gym. Ook dit is weer een leuk verschil. De Nederlandse leerlingen komen een gymzaal binnen, pakken een bal en gaan gewoon spelen. En de Chinese leerlingen staan netjes in een rij te wachten totdat ze een opdracht krijgen. En ook de Nederlandse leerlingen moeten er nu toch echt aan geloven. Sporten op de Chinese manier. Van de kunstschool in Dalian. Er stromen de leerlingen binnen. Ze hebben allemaal een pas waar wat geld op staat. En dan kunnen ze hier bij al deze eettentjes kunnen ze elke dag eten halen. Zou jij dit ook wel willen op school? Zo'n food court? Nou, een beetje druk, een beetje veel. Dus jij neemt liever gewoon je broodtrommeltje mee? Ja. Zoals ik in een eerdere aflevering al vertelde, zijn alle leerlingen die mee zijn op deze reis geselecteerd op basis van hun creativiteit. Dus ze hebben allemaal een kunstwerk moeten inleveren om mee te mogen op deze reis. En hier achter mij worden die kunstwerken nu tentoongesteld. Nou spannend dat jouw tekeningen, want er liggen er volgens mij in totaal 3. Ja. Vind je het spannend dat die hier in zo'n prestigieuze kunstschool liggen? Ja, ik vind het heel spannend. Hebben de Chinese leerlingen er al iets over gezegd tegen je? Naast de jongen uit jouw gastgezin? Dat weet ik niet zeker. Het communiceren is moeilijk, hè? Ja, precies. Sommigen kunnen Engels, anderen niet. Ja. Kijk, zoals je hier kijkt, zoals je ziet, het maakt nu wel veel. Maar ben je dan niet super trots als je dit ziet, dat iemand er direct een foto van maakt? Ja, ik ben heel trots. Dit zijn jouw werken? Ja, deze en Nina. Yes. Want ik zie wel dat dit een hele andere stijl is dan de rest van de Enschedese leerlingen. Ja, klopt. Het is meer, meer impressionistisch. Meer met gevoel. Yes. Ja, ik weet niet wat het is. En heb je al reacties gehad van de Chinese leerlingen? Alleen mijn gastgezin. Die wou er meteen een foto van maken. En hij vond het wel mooi, deze dus. Want ik denk dat wat jij hebt gemaakt heel erg afwijkt van wat de Chinezen maken. Omdat je al zegt van ik teken vanuit mijn gevoel. En zij tekenen natuurlijk echt wat ze zien. Ja, klopt. Ja, ja dat zeiden ze ook wel. Ze zeiden ook wel dat het... Ze vond het een beetje apart dat ik zeg de bomen echt alleen maar zwart waren. En ze niet geen kleurtje hadden.
En ja, ze konden niet hebben met het onrealistisch. What do you think about the works of the Dutch students? Oh, it's a little bit different from the works from China, but I think it's very great. Student Gideon kan niet hetzelfde zeggen over het werk van de Chinezen. We hebben allemaal geen eigen stijl. Kijk, deze is hetzelfde als die, dat is hetzelfde als die en die is, nou, die is wel iets anders. Maar die zijn allemaal hetzelfde. Ik vind die leuk, het is kopieerwerk. En waar denk je dat het aan ligt? Te veel regels, ja. Ze lopen te veel, te gaan rail, ze maken alles, ze doen alles hetzelfde. Er zit geen gevoel in. Snap je wat ik bedoel? Ja. Het is gewoon, nou, je kan er naar kijken, het is gewoon allemaal hetzelfde. Het is ambacht, maar het is geen kunst. Zo ziet zo'n kunstles er dus uit. Zoals jullie zien tekenen ze allemaal hetzelfde. Gaat het ook zo bij jullie in de les? Nou, wij hebben vaak het foute uurtje aanstaan en schreeuwen allemaal mee. Dat is een beetje anders. Een klein beetje anders. Verschilletje. En qua opdrachten, hebben jullie ook, want zij tekenen allemaal hetzelfde? Nee, wij hebben altijd hele ruime opdrachten vergeleken met hier. Hier is iedereen gewoon hetzelfde. Zo raar. En dan zijn wij ook aan de beurt. Kunstles nummer 1. We mogen nu dus schilderen op deze borden. En Fleur is al geconcentreerd bezig, zie ik. Fleur, wat ga je maken? Ik ben nu bezig met een cirkel. Zodat ik zeg maar, twee verschillende delen heb. En in het binnenste deel ga ik iets van bamboe tekenen. En heb je nog tips voor mij? Want ik doe dit natuurlijk normaal niet. Gewoon doen wat je denkt. Eindresultaat. Valt best mee, toch? En ook poetseren hoort bij de kunstlessen. Zo, dat was een lange, maar vooral ook hele leuke dag. Ik hoop dat ik jullie een kijkje in de keuken heb kunnen bieden bij de prestigieuze kunstschool Number 15. Morgen gaan we naar het kustplaatsje Lushun en ook daar gaan we weer heel creatief bezig. Ik neem jullie mee. Tot morgen en bedankt voor het kijken.